voorzitter. Ja, enkele weken geleden was het Pinksteren en in buurgemeentes konden ondernemers hun winkels daar wel openen, maar in Aalten niet. En dat had mee te maken dat die vrijstelling voor openen met Pinksteren niet in Aalten geldt. Naar aanleiding daarvan heeft de VVD-fractie een aantal vragen. Deelt het college de mening dat het voor een seculiere overheid niet altijd passend is om op basis van religieuze feestdagen winkelsluiting op te leggen? Deelt het college de mening dat consumenten gewend zijn geraakt aan de mogelijkheid om op elk moment aankopen te doen en een verplichte sluiting op eerste Pinksterdag hier niet meer op aansluit? Is het college bereid om te onderzoeken of er interesse is in openstelling op de eerste Pinksterdag en eventueel andere feestdagen? En is het college bereid om dan de winkeltijdenverordening aan te passen? In Aalten is gekozen voor een algehele vrijstelling voor zondag feestdagen. En in het belang van niet alleen het christelijke, maar gewoon de zondagsrust is eerste Kerstdag, eerste Paasdag en eerste Pinksterdag van deze vrijstelling uitgezonderd. U noemt een aantal omringende gemeenten wat anders is. Ik kan ook heel veel omringende gemeentes aanwijzen waar u op zondag, op de eerste Kerstdag, of Pinksterdag of Paasdag ook voor een gesloten deur zou staan. Wij hebben, er is in het verleden daarvoor gekozen om zeg maar dat niet te veranderen. Het is ook niet zo dat wij zeg maar, daar heel veel berichten uit krijgen van consumenten. We hebben daar geen enkel bericht gekregen vanuit de ondernemersverenigingen. Sterker nog, ten behandeling in het verleden, toen wij hier ooit naar de eerste 12 zondagen toe gingen, waren er nogal wel wat, toen was de ondernemersvereniging ook nog behoorlijk verdeeld. Met name de wat kleinere ondernemingen zagen erg op dat ze ook die vrije zondag zeg maar ook nog weer in moesten, ongeveer moesten gaan werken om in concurrentiepositie te blijven ten opzichte van bijvoorbeeld de supermarkten, die op een veel makkelijker wijze zeg maar die dagen ingevuld kunnen worden. Dus het college is op dit moment zeg maar geen zin zeg maar in stelling te brengen om zeg maar die wijziging voor die rustdag zeg maar te veranderen, omdat we a daar niks van consumenten van horen, b daar niks van horen vanuit vanuit ondernemers, c wij ook hechten aan zeg maar die die zondagsrust drie dagen per jaar. Geef onszelf een klein beetje rust af en toe.